Beste Frits, lieve Henny, dames en heren, van harte welkom in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Ik vind het een groot voorrecht dat ik u allen vandaag mag verwelkomen in de zaal waar Frits 4 jaar lang als eerste voorzitter van Liberale Huizen in 95 jaar met groot gezag de vergaderingen leidde. Een aantal maanden geleden vroeg Frits aan de griffier van de Eerste Kamer, Geert-Jan Hamilton, en aan mij of de plenaire zaal beschikbaar was op donderdagmiddag 8 juni om het boek dat hij aan het schrijven was en dat bijna voltooid was, officieel te presenteren. Vanzelfsprekend, natuurlijk. Voor Frits is de zaal beschikbaar. Dat hoeft geen betoog. Enige verbazing maakte zich wel van ons meester. Want had Frits bij zijn afscheid als voorzitter van de Eerste Kamer in 2001 niet laten weten dat hij geen memoires zou schrijven? Ik heb er de NRC van 17 november 2001 nog op nageslagen en het staat er echt, ik citeer, memoires zal hij niet schrijven, heeft Korthals Altes laten weten. Maar als Frits het dan gelukkig toch doet, verricht hij ook geen half werk. 600 pagina's. En daarnaast nog 8 hoofdstukken die op internet geraadpleegd kunnen worden. Terug naar de datum van presentatie. De datum van 8 juni moest op verzoek van Frits iets verschoven worden en wel naar 26 juni, de dag van vandaag. De bedoeling was en is dat ik als voorzitter van de Eerste Kamer een kort welkomstwoord tot u allen zou richten. Dat heb ik zojuist gedaan. Frits belde mij echter met het verzoek of ik bereid was iets meer dan hartelijk welkom te zeggen. Geen probleem. Frits is geen grijze muis, dus er is stof genoeg. Aan het eind van het telefoongesprek zei Frits: ik zorg dat je het manuscript tijdig hebt. Nou, en dat stond mij nou niet echt voor ogen. Maar goed, prima. Ik had al vaker een manuscript toegestuurd gekregen om er enkele woorden aan te wijden. Dus ik dacht dat, geen probleem. Wie schetst echter mijn lichte ontzetting toen ik een kleine 14 dagen geleden op mijn bureau een hele dikke stapel papieren aantrof met een kaartje van de uitgever Boom. Ik stuur u alvast de proef van het boek van de heer Korthals Altes. 600 met vrij kleine letters, dicht beschreven pagina's. Frits kennende, denk ik dat hij zich enigszins verkneukeld heeft bij de gedachte wat mijn reactie zou zijn bij het zien van dit meer dan kloeke werk. En dat ik er ook nog iets mee moest doen. In die korte periode tussen de ontvangst van het manuscript en de dag van vandaag was ik, naast het gewone kamerwerk en de nodige binnenlandse verplichtingen, naar Slovenië, Brussel, Zwitserland en Malta. Desalniettemin is het mij toch nog gelukt om omstreeks 400 van de 600 bladzijden van het boek te lezen, overigens niet steeds in de aangegeven volgorde. Ik kan u verzekeren, het is een page-turner en tegelijk een monument. Frits, het knappe van je boek is dat je enerzijds minutieus gedetailleerde beschrijvingen geeft met naam en toenaam van allerlei ontwikkelingen en gebeurtenissen, maar dat je dit tegelijkertijd doet op een manier waarop het spannend is, waardoor de lezer meer wil weten. En daar werk je zelf hard aan mee, door telkens met cliffhangers te komen. Net als je denkt, ha, nu komt de aap uit de mouw, schrijf je meer daarover in hoofdstuk X. Of ik kom daar later op terug. Irritant, maar top. Het heeft me er zelfs toe gebracht om de website van de Hoge Raad te raadplegen, toen je die ene keer nou net niet de naam van de rechtercommissaris noemde, wiens rol jij in de gijzelingszaak van Gerrit-Jan Heijn niet op prijs stelde. Je schrijfstijl is vintage Frits. Helder, compact, taalkundig voorbeeldig
en op vele plaatsen met ironische ondertoon. Tegelijk schuw je ook niet je eigen opvatting aan het lezerspubliek prijs te geven. En je schuwt zeker niet om verschillende zaken recht te zetten, waarover dankzij pers of anderszins een andere, maar naar nu blijkt uit jouw boek, foutieve mening bestond of een foutief beeld was ontstaan. Ik noem slechts het hele kleine voorbeeld van het adagium van Hugo de Groot. Ubi judicia decipiunt incipit bellum. Ik merk dat er veel begrip bestaat in deze zaal inmiddels. Maar voor degenen die zich afvragen wat ik bedoel, lees pagina 305. En u vindt het antwoord. Maar ik kan ook nog wel iets rechtzetten met inside information. Je schrijft dat je in september 1988, ter gelegenheid van 150 jaar burgerlijk wetboek bij de juridische faculteit in Leiden van de toenmalige decaan Fred van Staan, en ik heb hem hierboven zien zitten, de Meijers penning kreeg uitgereikt. De penning is genoemd naar en draagt de beeltenis van de beroemde professor Meijers, die de opdracht kreeg een nieuw burgerlijk wetboek te ontwerpen. Terecht vermeld je het aan jou toekennen van de penning in je boek met enige trots. Maar hoe zat het nu werkelijk? Ik was in die tijd net tot het driehoofdige faculteitsbestuur toegetreden in de functie van secretaris. Fred en ik waren van mening dat we de minister niet met lege handen konden laten vertrekken bij deze belangrijke herdenking. De vraag is, wat kunnen wij de minister aanbieden, terwijl het tegelijkertijd niets mag kosten? Fred herinnerde zich een doos in een kast in de decaanskamer met een aantal enigszins in de vergetelheid geraakte Meijerspenningen. Een prestigieuze penning. Alleen niemand wist meer hoe en wat, maar misschien dat je ook van den Berg nog wat kan verhelderen. De penningen werden opgediept en afgestoft. Ik leverde nog een leeg juwelendoosje van thuis. Fred en ik waren na afloop uiterst tevreden met onze actie. Minimale kosten, maximale uitstraling en erkentelijkheid. Vanaf die dag is de Meijerspenning weer in gebruik als vrij zeldzaam eerbetoon van de faculteit voor een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het juridisch gedachtegoed en de faculteit in het bijzonder. Frits, jouw boek is meerdere boeken in één. Het is een boek over de partij, de VVD, met alle petite histoires. Mooi is het verhaal over het etentje bij Harm van Riel met Norbert Schmelzer en het vertrouwen op diens ijdelheid. Inderdaad, hij bood aan het boek dat over hem ging en dat door Harm van Riel expres strategisch was neergelegd, juist met dat oogmerk van zijn handtekening te voorzien. Je boek vormt fantastische geschiedschrijving over ontwikkeling en organisatie van de partij. Zoals jouw aanpak van een gestroomlijnde administratie met behulp van een reeds bij de Partij van de Arbeid beproefde methode. Enzovoort, enzovoort. Het is een boek over de politie. Je getuigt van je grote respect, ja zelfs genegenheid voor deze dienst. En die genegenheid is wederzijds. Zelfs dusdanig dat een politiepaard tot jouw grote genoegen de naam kreeg: Kleine Frits. Het is een boek over het ambt van minister van Justitie en de verhouding tot en relatie met de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie. Je merkt aan het begin van het hoofdstuk over de rechterlijke macht op dat het begrip rechtsprekende macht geen wettelijke grondslag heeft. Typisch vintage Frits laat je daarop volgen. En er zijn dus rechters die zich met een buitenwettelijke naam tooien. Punt. Het is een boek over de politiek. Tweede Kamer, Eerste Kamer, ministerraad, verkiezingen, formatie. Het is een boek waarin de staatsrechtelijke verhoudingen nog eens helder worden uiteengezet. Het is vooral een boek dat een prachtig tijdsbeeld geeft vanuit verschillende invalshoeken van een periode die het waard is degelijk geboekstaafd te worden. En dat heb je gedaan. Het is ook een boek waaruit je grote liefde voor Henny blijkt.
Mede dankzij haar fantastische archivering was het je mogelijk dit boek tot stand te brengen. Frits, je hebt geen memoires geschreven. Je laat ons een monument na. Misschien vind je het aardig om te weten dat je boek nu al nummer 1 staat op de lijst van politieke memoires. Wat mij betreft zou je boek verplichte kost moeten zijn voor een ieder die enige ambitie heeft op het politieke vlak. En daarbij sluit ik degenen die betrokken zijn bij de huidige formatie niet uit. Ook voor hen is je boek zeer leerzaam. Wij kunnen alleen maar blij zijn dat je deze herculische arbeid, mede dankzij Henny, hebt volbracht. Ik stort me nog graag op de laatste 200 bladzijden. Frits, dank. Dames en heren, ook namens uitgeverij Boom, hartelijk welkom bij de presentatie van de, ja, inderdaad de memoires van Frits Kottersaltes. Maar de voorzitter heeft het al gezegd, het zijn eigenlijk geen memoires. Doorgaans gaat iemand die zijn memoires schrijft achter zijn tekstverwerker zitten of achter een typemachine. En schrijft uit zijn hoofd allerlei verhalen op. Belt misschien nog iemand, een collega, dat is hier allemaal niet gebeurd. Ik ben een paar maal bij Frits thuis geweest en als je dat huis ziet weet je hoe dat boek tot stand is gekomen. Het staat vol met mappen. Buitengewoon goed geordend. Ik denk dat zijn echtgenote daar een grote rol in speelt. Het zijn dus geen herinneringen, memoires in de klassieke zin. Het is een boek in dossiers. Dat is ook de ondertitel van het boek. We zijn de voorzitter heel erg dankbaar voor het beschikbaar stellen van de zaal. En ook voor de recensie die ze zojuist van het boek heeft gegeven. Ik hoop dat ze die in de krant plaatst. Daar zouden we heel blij mee zijn. We hebben een mooi programma voor u. Bram Peper gaat zo dadelijk iets zeggen. Mede Rotterdammer van Frits. Geen partijgenoot. Maar ze zijn wel goed bevriend geraakt. Daarna wel een partijgenoot, Hans Wiegel. En vervolgens zal Frits zelf zijn boek toelichten. Ik wens u veel plezier. Nee. Ja, ik ben hier niet zoveel geweest. Ja, dames en heren. Ik blijf zitten uit ongemak over een wrakke knie, waarvoor excuses. En ik ga het niet over het boek hebben, dat ik uiteraard wel gaarne ter lezing aanbeveel. Ik volg daarin de voorzitter van de Eerste Kamer, omdat het interessante geschiedschrijving is. Ik refereer alleen maar aan een paar persoonlijke opmerkingen die in verband staan met mijn kennis van Frits en Henny. De eerste keer dat ik Frits in persoon ontmoette, dat was in 1977. Hij zal zich dat en terecht niet meer herinneren. Het zal wel tijdens de verkiezingen geweest zijn van 1977. Het was ergens in een morsig zaaltje in Noord-Holland. De toen al bedreven VVD politicus tegen de toen nog verlegen PvdA'er, toen de partij nog bestond. Ik dus, die zich vooral met de wetenschap bezig hield en in zijn vrije tijd wat aan politiek deed. Wel lid van het landelijk partijbestuur, toen het nog iets voorstelde van de Partij van de Arbeid. En ik geloof dat ik niet erg veel indruk heb achtergelaten, nochtans won de oude verkiezingen. De tweede keer, dat was alweer een jaar of acht daarna, denk ik, in 1985. Toen Frits en Henny mij vroegen, en ik kende ze eigenlijk niet erg goed, ik was inmiddels burgemeester van Rotterdam. Dat moet ik er even bij zeggen, omdat het over de burgerlijke stand gaat. Of ik een huwelijk wilde voltrekken zonder er rugbaarheid aan te geven. Frits was toen al een jaar of drie minister van Justitie en hij had geen behoefte aan rugbaarheid, maar de wet schrijft voor dat een huwelijk wordt aangekondigd. Destijds, ik weet niet of het nog zo is, in kastjes aan het stadhuis. En ik nam toen een ambtenaar van de burgerlijke stand in vertrouwen en zei, kunt u het zo
in dat kastje stoppen, naast een tsunami van andere huwelijken, dat het betrekkelijk onzichtbaar is. Want er stond dus vrij veel volk altijd te kijken, meestal middenstanders, die dachten het de toekomstige gehuwde van dienst te kunnen zijn. En dat is allemaal gelukt. En op een wat grauwe maandagochtend is dat huwelijk toen voltrokken in kleine kring. Pas veel later, en dan praten we over het begin van deze eeuw, toen is er langzamerhand een vriendschap gegroeid. Zoals Joop van den Berg eens een keer tegen mij zei, ik mag het wel onthullen, Frits geeft zich niet zo snel. En dat pleit voor hem. Een vriendschap gegroeid is tussen Frits en Henny. En in die regelmatige contacten die wij toen kregen, vooral vanaf 2011 schat ik, en volgende jaren, kwam langzaam naar boven dat Frits bezig was een boek in elkaar te zetten, waarbij Henny als chroniqueur van het leven van Frits in schriften opgeslagen de drijvende kracht was waarvoor zij zeer moet worden geprezen. Zonder haar boekstaving had het boek er niet gekomen. En van tijd tot tijd, daar moet je altijd voorzichtig bij zijn, vroeg ik hoe het stond met het boek. Ik ben een tijdje academicus geweest en dan was het een beetje vervelend als je aan iemand vroeg, hoe staat het met je dissertatie? De meesten maken dat niet af. Maar van tijd tot tijd vroeg ik dus hoe het stond met het boek en met de voortgang. Zoals gezegd, een gevoelig onderwerp. En daar vertelde een Frits iets over, niet al te veel, maar ik begreep wel dat hij veel op pad was naar archieven. Door weer en wind begaf hij zich naar Den Haag, meestal op een degelijke en volhardende wijze heeft hij dat werk aangevat door Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief en vele andere archieven te raadplegen. Omdat hij van mening is dat het geheugen, en daar volg ik hem geheel in, een slechte raadgever is als men de objectiviteit in de geschiedschrijving zo dicht mogelijk wil benaderen. En ik heb grote waardering dus voor de doorzettingsvermogen die Frits heeft getoond om dat werk te doen, want hij wilde alles bewezen hebben. Alles waar een bron voor was, moest worden gevonden om het stuk zo objectief mogelijk te krijgen. En ik werd vorig jaar dus door Frits benaderd op een Fritsiaanse manier. Hij belde mij op en zei, heb je even tijd? Hij gaf niet het onderwerp aan, maar ik wist dat het over het boek zou gaan. En toen kwam hij bij me, wil jij dat misschien lezen? Ja, natuurlijk, vanzelfsprekend. Nou, dan zal ik het je, dan bel ik je wel over een paar dagen op, want ik laat het even kopiëren bij mijn oude advocatenkantoor. En toen is hij gekomen met 900 pagina's, dames en heren. Iets in die orde van grootte. En ik, enigszins bedreven in die materie, zei ik, Frits, dat wordt niet uitgegeven door een uitgever. 900 pagina's, dat is, dan krijg je rugklachten van als je dat aanpakt. Dus toen heb ik er een, ik heb eigenlijk niet het van commentaar voorzien. Ik heb het gelezen in 8 dagen in de zomervakantie. Herinner ik mij, maar ik heb überhaupt veel vakantie. En toen heb ik een stuk of 8 hoofdstukken er geloof ik uitgegooid. Ik zag, Frits, mensen weten absoluut niet meer wie Slavenburg is, om er een zijstraat te noemen. En zo waren er meer van die mensen die zeer vroeg aan de vergetelheid ten prooi zijn gevallen. Maar het boek, zoals gezegd, beschrijft, en de voorzitter heeft het al besproken, belangrijke gebeurtenissen in de politieke en parlementaire geschiedenis van ons land. En beschreven ook vanuit een positie van binnenuit als participant van dat politieke, maatschappelijke en parlementaire proces. Daarvoor grote waardering. En ik wil daarmee Frits van harte feliciteren en Henny met de verschijning van deze nogthans hele dikke pil. Dank u wel. Dank u wel.
Ja. Mevrouw de voorzitter van de Eerste Kamer, meneer de minister van Staat, Frits, Henny, jullie kinderen. Zaterdag, jongstleden, stond er een mooi interview met Jan Hoedeman in het Algemeen Dagblad. Een aantal van u zal die krant waarschijnlijk hebben gelezen. Een heleboel mooie foto's erbij, een heel bijzondere. Daarop zag je minister Kortos Altes, minister van Justitie, in die tijd in de cel van het Huis van Bewaring in Amsterdam. Keurig in het pak, zoals altijd, maar wel met een gezicht van mag ik er straks ook weer uit. Een jaar en een maand geleden, dat weet u de voorzitter en dat weet Frits ook, op 26 mei 2016 waren wij ook in deze zaal. Toen werd het boek van het oud Tweede Kamerlid Mark Verheijen over Harm van Riel, een rechtse provo, ten doop gehouden. En ik mocht er ook een woordje zeggen. En ik schetste daar een deel van de geschiedenis van de VVD. In een paar jaar van zo'n 30.000 naar 100.000 leden wonnen de verkiezingen van 16 zetels in 71 naar 28, zes jaar later. Het was de tijd van wat ze dan noemden de drie H's. Een ijzeren trio qua karakter, heel verschillende types. En ik heb toen op die dag ook gezegd, ook Frits Quistgottes Altes, nu minister van Staat, moet worden genoemd. Hij heeft zich meestal achter de schermen enorm voor onze partij ingezet. En vandaag staat hij voor de schermen. Hij heeft een prachtig boek geschreven. Zeven politieke levens. Een lijvig werk. Zoals Bram Peper dat zo pas al heeft gezegd. Ook een standaardwerk. Een beschrijving onder andere van de geschiedenis van de VVD. Zoals hij die van dichtbij heeft meegemaakt en beïnvloed. En Frits heeft dit boek zelf geschreven met Bram Peper als adviseur. Die hier zo pas ook een mooi verhaal gehouden heeft. Meestal, dames en heren, worden dit soort boeken door een ander geschreven. Ik herinner mij uit het recente leden bijna niemand. Er is maar één uitzondering eigenlijk, was Arie Pais. Die ook vorig jaar met zijn memoires kwam. Maar verder bijna niemand die dat zelf gedaan heeft. Sommigen voelden er ook niet voor om zo'n boek te schrijven. Een van hen was in der tijd Molly Geertsema, mijn voorganger als fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Later ook minister, commissaris van de Koningin en lid van deze Kamer. En ik heb hem wel eens gevraagd, waarom schrijf jij je memoires niet? En hij was er heel duidelijk over. Hij zei toen, je kunt er mensen die nog in leven zijn mee kwetsen als je iets dat wel waar, maar ook onaardig of kritisch is, opschrijft. Of je gaat dat uit de weg en dan wordt het een saai boek dat dus ook niet klopt. Daar zit iets in. Maar toch is het een heel goed besluit geweest van Frits dat toch te doen, omdat die tal van interessante en ware gebeurtenissen op papier heeft gezet. En daar ook een helder oordeel over heeft gegeven. Ik noem er een paar punten uit, zeg maar, waar het de geschiedenis van de VVD betreft. Dat was voor een deel ook een roerige geschiedenis. Eerst een beetje ver terug, een terugblik op die partij in 1968. Toen op 24 januari, ik was toen jong Kamerlid, vierde de VVD haar 20-jarig bestaan. Het was een uniek gebeuren, want oud en stikker
de twee oprichters van de VVD, spraken er. En dat was bijzonder, want de verhouding tussen beide heren was niet best, zacht gezegd. En het is Frits Cortes Altes geweest die ervoor gezorgd heeft dat ze wel bereid waren te komen en ook samen te komen en te spreken op dat congres. Oud sprak daar voor het laatst. Hij was ernstig ziek en wist dat. Het was zijn politieke testament dat hij toen afsloot met de woorden van Ronald Holst. Ik zal de halmen niet meer zien, nog binden ooit de volle schoven. Maar doet mij in den oogst geloven waarvoor ik dien. Dat was ontroerend voor ieder die daar was. Ik ben dat ook nooit vergeten. Die bijeenkomst toen werd, zoals dat in liberale kring gebruikelijk was, afgesloten met een feest. Zoals Van Riel het zei, schrijft Frits ook in dat boek, ik wist dat niet, prachtig, een zaal vol dronken liberaal. En voordat, ik hoop dat u de toonzetting ook hebt begrepen. En voor dat feest begon, hield Van Riel een hem zo typerende, provocerende toespraak over de rode hoogleraren. Dat leidde ter plekke tot allerlei gedoe en tot rumoer in de VVD-top en in de pers. Behalve, dames en heren, bij de toenmalige partijvoorzitter, de ingenieur K. van der Pols, die zei dat de woorden van Van Riel hem uit het hart gegrepen waren. Daarmee, nu komt het punt, afwijkend van de tekst die Frits Altes voor hem had ontworpen. Het is ook mooi dat nu ook weer eens een keertje is opgeschreven, zodat we het nu ook weten. Ik wist dat niet. Maar ik vond het wel een prachtige bijeenkomst trouwens. Ook die enorme heisa die er ontstond, dat was geweldig. 4 jaar later, dat was in 1972, viel het kabinet Biesheuvels, het tweede punt dat ik even wil aanraken over de geschiedenis. DS70 stapte eruit of werd eruit gewerkt. Dat zou ook wel een beetje zo gegaan kunnen zijn. Die nieuwe partij was een gevaarlijke concurrent voor de VVD. Wat moesten wij doen? DS70 achterna of in het kabinet blijven? En daarover ontstond toen in de top van de VVD grote oneenigheid. Er kwam een geheim samenzijn van het dagelijks bestuur ergens in Rotterdam, laat ik het zomaar formuleren. Frits kon daar niet bij aanwezig zijn, hij was aan het verhuizen. Staat ook in het boek. Of het staat in een ander boek in ieder geval, wat ik een keer zat het vast in een ander boek, maar het was wel zo, toch? Ja, dus je had een hele andere kloffie aan als vandaag. Maar, en hij had ook grote bezwaren tegen die samenkomst. Maar later op de avond kreeg hij het dringende verzoek om toch te komen. En hij trof, verhaalde hij later, ik citeer, een tamelijk gespannen gezelschap aan. Het was duidelijk dat niet iedereen thee had gedronken. Frits probeerde de zaak te kalmeren, maar dat liep uit de hand. En een paar dagen later, dat was 14 augustus 1972, zou het hoofdbestuur in spoedvergadering bijeenkomen. De Telegraaf publiceerde die ochtend het bericht dat daar gepoogd zou worden de fractievoorzitter in de Tweede Kamer af te zetten. Van Riel, die mij steunde in dat geheel, zei aan het begin van de samenkomst, mevrouw de voorzitter, punt van orde. Er zit een verrader in ons midden. De koep werd verijdeld. Zo ging dat. En ik ben er nog steeds blij mee. Een paar korte opmerkingen verder nog. En verder zal ik het niet lang meten, althans hier achter deze katheder. Op bladzijde 364, zover ben ik dus in ieder geval gekomen, daarna nog een eentje verder. En de volgende beschrijft Frits Cortes Altes het gedoe dat er in de VVD ontstond toen Koos Rietkerk, toen minister van Binnenlandse Zaken, plotseling overleed. Dat was in 1985.
En ik dank Frits voor zijn heldere analyse en oordeel over de gang van zaken toen. En datzelfde geldt zijn beschrijving op 368, kijkt u het er maar op na als u het boek leest, van de spanningen in die tijd, in ook de Tweede Kamerfractie, en het beraad dat er toen in kleine kring is gevoerd over hoe daar een eind aan te maken. Mijn afronding. Wij hebben elkaar, Frits, heel veel jaren meegemaakt. Vanaf de 60e jaren in de vorige eeuw. En in de Eerste Kamer van heel nabij, zo'n 20 jaar geleden. Jij werd lijsttrekker bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer. En ik zou als jong lid daar intreden. En wij spraken toen samen over een aantal posten. Ook over de opvolging van Cenk Willink als voorzitter van de Senaat. Ook dat heb je precies beschreven in je boek. Dit Cenk Willink zou misschien vandaag hier ook nog even komen. Maar ja, hij zit natuurlijk op een hoogtepunt nu in zijn hele politiek-bestuurlijke leven. Het geslaagd afronden van een informatieperiode. En dan moet je maar weer afwachten wat er daarna gebeurt. Maar misschien hem straks, misschien omdat de vergadering wellicht een beetje uitloopt. Het mooiste daarvan vind ik uit al die contacten die er geweest zijn, daar heb ik ook een beetje over nagedacht, dat er in die tijd tussen ons, dat toch eens wordt bevestigd hoe straight wij steeds in onze verhoudingen al die jaren met elkaar zijn omgegaan. Dank daarvoor. En voor het feit dat u voor een prachtig en leerzaam boek, onder andere over de VVD, hebt gezorgd. Ik wil u en uw geliefde en uw kinderen toewensen nog vele jaren met elkaar in goede gezondheid. Dank u zeer. Dames en heren, hoewel ik weer heel aangenaam zat aan de regeringstafel, is het op dit moment zo dat ik mij de woorden van artikel 14 van de advocatenwet getrouw staande tot u richt. Wat staat er in de artikel 14? De advocaten pleiten staande. En daar, ik spreek u daarom ook staande toe. Ik noem dit beroep omdat dat toch uiteindelijk het beroep is dat ik in mijn werkzame leven het langst heb uitgeoefend. Maar daarover gaat mijn boek niet. Mijn boek gaat over politieke levens. Omdat de advocaat een beroepsgeheim heeft en daarbij dus vrij gauw over uitgepraat. Dat is dan ook een kort hoofdstuk. Het was mijn bedoeling om inderdaad mijn boek te wijden aan een aantal hoofdstukken die betrekking hebben op gebeurtenissen die ik heb meegemaakt. En getrouw aan wat ik dan aan de NRC had geschreven en waar de voorzitter van deze Kamer aan heeft herinnerd dat ik geen memoires zou schrijven, ben ik ook zelf tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk geen memoires zijn, maar in mijn verantwoording zeg ik dan ook het is de geschiedschrijving van gebeurtenissen die ik heb meebeleefd, waaraan ik heb deelgehad. En vandaar dat het boek uiteenvalt in een groot aantal hoofdstukken die betrekking hebben op de bestuurlijke functies die ik heb verricht. Ik had er ook een titel voor bedacht. Mijn werktitel is al die jaren dat ik ermee bezig ben geweest, was partij kiezen. Omdat ik het gevoel heb dat dat hetgene is wat ik eigenlijk in mijn leven regelmatig heb gedaan. Ergens voor gaan staan, partij kiezen. Maar de uitgever, die andere belangen op het oog heeft dan alleen het belang van de schrijver, hij moet natuurlijk ook hopen dat hij het publiek op goede wijze kan bedienen, zag meer in de titel Zeven politieke levens. En toen ben ik gaan tellen, klopt dat eigenlijk wel?
En u zult in de verantwoording zien dat met een beetje aritmetiek Hollandaise kun je altijd wel komen tot de uitkomst die gewenst is. En dat als toelichting op de titel, want ik moet bekennen, het is een van de dingen die ik niet zelf heb verzonnen. Ik heb overigens verder in het boek ook geprobeerd om zoveel mogelijk niet te verzinnen, maar om mij inderdaad te bepalen tot de feiten die getoetst kunnen worden. En het is al gezegd, en ik kan dat niet genoeg herhalen, daarbij is buitengewoon behulpzaam geweest dat Henny meteen in 1982 begonnen is met alle mogelijke krantenknipsels en alles wat ook maar betrekking had op het politieke en overige functioneren te verzamelen, om dat na de hand te kunnen ordenen en te verwerken tot een archief dat ik heb kunnen raadplegen om op die manier alle onnauwkeurigheden die het geheugen ook opslaat, om die te kunnen herstellen en ervoor te zorgen dat datgene wat ik over de zaken opschreef zoveel mogelijk waarheidsgetrouw is. Hoe ben ik ertoe gekomen om ondanks mijn toezegging, als u het zo wil beschouwen, aan de Nieuwe Rotterdam, aan de NRC, om toch te gaan schrijven? Er zijn er in de loop van de jaren velen geweest die mij aanmoedigden om herinneringen op te schrijven. Meestal was dan de aanleiding daartoe dat ik een anekdote had verteld uit de tijd van mijn VVD-bestuurslidmaatschap of uit mijn ministerstijd. En dat leek dan heel aardig, maar dat is wel goed verteld, maar dat moet niet leiden tot een boek, was mijn opvatting. Dus ik zei, daar begin ik niet aan. Maar dan komt er plotseling iets in je leven waar je dan denkt, en zo was het dus ook met mij het geval, dat ik dacht, ik moet er misschien toch eens wat langer en serieuzer over nadenken. En dat was een fractiegenoot van mij, Arnoud Laudon, die zei, waarom schrijf je het niet toch op, want er is een schat aan geschiedenis die je dan zou kunnen vastleggen. Het was nog niet de beslissing die ik toen nam om het te gaan doen. Die beslissing kwam eigenlijk toen er een film uitkwam over de ontvoering van Heineken en zijn chauffeur Doderer. De inhoud van die film was, voor zover ik dat in de krant gelezen heb, want ik ben de film niet gaan bekijken, zo ver buiten de waarheid en zo ver bezijden de waarheid dat ik dacht, als dit straks de herinnering is die men heeft aan die afschuwelijke ontvoering en wat er allemaal aan te pas is gekomen om met heel veel moeite eerst de daders op te sporen en daarna uit het buitenland uitgeleverd te krijgen en te berechten, dat verdient eigenlijk rechtgezet te worden. En toen ben ik begonnen met te gaan schrijven. En het allereerste begin ligt dus ergens in 2011, 2012, toen ik met die hoofdstukken over de ontvoeringen, waarvan ik er een aantal in mijn ministerstijd heb moeten meemaken, om die te gaan beschrijven. En dan komt zo van het ene naar het ander en de hoofdstukken begonnen zich hoe langer hoe meer aaneen te rijgen. Papier is geduldig, zegt men, maar mijn ervaring is dat het scherm van de computer nog veel en veel geduldiger is dan papier. En zo breidde zich het verhaal steeds verder uit. En vorig jaar juni was, op mei of juni was de uitgever Geert van der Meulen mij op het spoor gekomen en zei, kunnen wij eens even praten over een mogelijke uitgave van datgene wat je allemaal beschreven hebt. We hebben toen met elkaar hier kennis gemaakt in ditzelfde gebouw. Dat was bij de presentatie van het boek over Harm van Riel van Mark Verheijen. Het is al gememoreerd door Hans Wiegel dat het een belangrijke gebeurtenis was die zich toen afspeelde. Maar die was in zoverre voor mij ook belangrijk dat ik toen met Geert van der Meulen een eerste afspraak maakte. En toen hij zag wat ik allemaal bij elkaar geschreven had,
zei, dat is inderdaad, dat is veel te veel. Dat kunnen wij niet in een handzaam en leesbaar boek verwerken. Daar moet een keuze worden gemaakt. En voor het maken van die keuze heb ik toen een beroep gedaan op Bram. Bram heeft het ook gememoreerd dat wij met enige regelmaat elkaar ontmoeten en dat bij die gelegenheden de vorderingen van het boek wel aan de orde kwamen. Maar verder hebben we daar niet zo erg veel over de inhoud ervan gehad. Maar toen dacht ik, ik kan zelf die schifting tussen hoofdstukken die wel en niet gepubliceerd gaan worden niet maken. Dat moet ik vragen aan iemand anders. En Bram met zijn analytische geest leek mij een goede raadgever. En dat is ook, dat heeft hij ook volledig waargemaakt. Ik heb hem toen inderdaad vergast op een hele dikke ordner die volledig gevuld was met tweezijdig bedrukte pagina's. En Bram heeft er daar doorheen geworsteld en is toen een middag bij mij gekomen om, het was gelukkig mooi weer, om bij ons op het terras mij uit te leggen welke hoofdstukken eruit moesten. Hij heeft vanmiddag ook even een glimp daarvan gegeven door te zeggen wat zijn overwegingen zijn geweest. Maar hij had ook de suggestie om het niet verloren te laten gaan. Als er mensen zijn die er nog niet genoeg van hebben na die 600 bladzijden, dan kunnen zij nog terecht op internet. En dat is misschien soms voor mensen die wel geïnteresseerd zijn in wat er nog in mijn advocatentijd zich heeft afgespeeld en wat wel voor publicatie vatbaar was, om dat eens na te lezen. Maar ik moet toegeven dat Bram volkomen gelijk heeft dat een hoofdstuk over de deconfiture van Ogem, waarin ik bewindvoerder ben geweest en een van de hoogtepunten uit mijn advocatenloopbaan mocht beleven samen met mijn medebewindvoerder Henri Ophof, dat niet voor iedereen even lezenswaardig is. Maar het is wel nu voor de historie bewaard en straks te raadplegen. Het is een groot boek geworden, maar wat dat betreft is het toch, wij zijn in Nederland altijd wat bescheidener dan in het buitenland, want ik las deze dagen dat de Franse staatsman Thiers, die schreef een boek over de Franse revolutie en toen het af was besloeg dat 10.000 bladzijden. Dus wat dat betreft is het zo dat wij in Nederland toch nog een bescheiden literatuur hebben. Al moet ik toegeven, de Franse taal is wat langer van stof dan de Nederlandse. Ik heb dus een aantal geschiedenissen uit mijn periode als VVD-bestuurder, uit de periode van mijn ministerschap, uit de periode van mijn kamervoorzitterschap mogen memoreren en heb ik beschreven ook de kabinetsinformatie van 2003. En ik beschrijf ook de spanningen die er van tijd tot tijd zijn geweest in de politieke situatie tussen de VVD-ministers in het kabinet Lubbers en de VVD-Tweede Kamerfractie. En dat ging dan vaak, en ik heb daar ook een apart hoofdstuk over gewijd, over de immateriële zaken die tussen CDA en VVD wel eens tot ernstige verschillen van inzicht leiden. Dat is de abortuspolitiek geweest. Dat is de euthanasievraagstuk geweest. En daarvan ben ik van mening dat het zo goed geweest is dat in die tijd, en het was gedurende het kabinet van Acht Wiegel, dat er tot een oplossing is gekomen wat betreft de abortuswetgeving, dat de invalshoek van de twee partijen toen is geweest, van Hans Wiegel van de VVD-kant en zijn medeministers onder wie Leendert Ginjaar en van Dries van Acht en zijn medeministers onder wie Job de Ruiter, dat men heeft geprobeerd dat die zaak op te lossen door wederzijds respect te tonen voor de diepere roerselen die de partijen bezighielden. En het was het zelfbeschikkingsrecht voor de liberalen en het was de beschermwaardigheid van het leven onder alle omstandigheden voor een aantal van de confessionele politici. En het is gelukt om daar tot overeenstemming te komen omdat men wederzijds respect voor elkaars standpunt toonde. Wij zaten enige jaren later met hetzelfde waardenconflict tussen liberalen en confessionelen toen het ging over
de euthanasiewetgeving. En Dick Dees heeft toen, hij is hier ook vandaag, heeft toen in de Tweede Kamer op een zeker moment het verstandige woord gesproken. Wij zijn als liberale Tweede Kamerfractie wel voor steunverlening aan het voorstel van D66. Zij dat het wel behoorlijk geamendeerd moet worden. Maar het is een doodlopende weg omdat het CDA ons dat niet zal, daarin niet zal steunen en het daardoor het staatsblad niet zal halen. En dan is het beter om de zaak even te laten wachten. En er is toen inderdaad tot na de verkiezingen mee gewacht. En dat is een les die ik graag vandaag zou willen meegeven aan degenen die nu vanaf woensdag met elkaar moeten gaan praten. Het is soms niet mogelijk om nu een oplossing te krijgen voor iets wat je ernstig bezighoudt. Maar wanneer je elkaar benadert met respect voor elkaars standpunten, is het wel mogelijk om na een verloop van tijd dan toch tot een oplossing van zo'n waardeconflict te komen. En ik hoop dat ook in dat opzicht het boek zou kunnen bijdragen aan toekomstige ontwikkelingen in de politiek. Want in een land als het onze is het zonder samenwerking tussen partijen die per definitie geheel verschillende uitgangspunten hebben en kennen niet mogelijk. Het is nu zover, het boek is er en ik ga een eerste exemplaar uitreiken. En dat doe ik met heel veel plezier. En ik zal u zeggen, het is ook door zowel door de voorzitter van deze Kamer als door de andere sprekers vandaag genoemd. Het is voor mij buitengewoon belangrijk geweest dat niet alleen bij het beleven van de gebeurtenissen die ik beschrijf vanaf 1982, maar ook bij het beschrijven daarvan, ik voortdurend heb kunnen rekenen op de steun van Henny. En zonder haar zou dit boek niet tot stand zijn gekomen. En dat is dan ook de reden dat het eerste exemplaar dat ik nu hier in mijn handen mag hebben, dat ik dat aan haar ga overhandigen. Maar er is natuurlijk nog iets anders. Ik heb in deze Kamer een aantal hoogtepunten mogen beleven. Ook dieptepunten, dat beschrijf ik ook in het boek. Een van de hoogtepunten was natuurlijk mijn afscheid dat ik hier nam als Kamervoorzitter en als Kamerlid. Dat was in september 2001. En de plaats die ik toen open liet vallen in de VVD-fractie, dat is eigenlijk een hele goede beslissing van mij geweest, want die plaats die kwam beschikbaar voor niemand minder dan voor Ankie Broekers. En dat was een verrijking voor de fractie. En het betekende bovendien dat zij het op termijn ook die voorzittersplaats weer door een liberaal werd vervuld. En gelukkig heeft men minder lang moeten wachten op een liberale Kamervoorzitter dan de VVD dat heeft moeten doen. Het is al gememoreerd. Mijn laatste liberale voorganger, toen ik in 1997 voorzitter van de Kamer werd, was 95 jaar geleden overleden. En in die tijd benoemde de koning nog de voorzitter van de Kamer. En de liberalen waren toen niet erg in trek. Dus dat werd een antirevolutionair. En nadien heeft het dus lang geduurd voordat de Kamer inmiddels zelf een voorzitter mogende kiezen in 1997 tot een liberale voorzitter kwam. Ik ben de voorzitter buitengewoon erkentelijk dat zij onmiddellijk heeft goedgevonden dat in deze zaal dit particuliere feestje plaatsvindt. Want dat is het natuurlijk toch eigenlijk wel. Zij het dat er wel een politieke kant aan zat. Heel veel dank aan de Kamervoorzitter dat zij deze zaal beschikbaar heeft gesteld en dat zij zo een gedegen verhaal heeft gehouden over een boek waarvan ik dacht, gaat het over dit boek? Ja, inderdaad, het moet er wel over gaan, want het is het enige boek hier dat die 600 bladzijden heeft.
Ik ben er nog niet. Dat zal u niet verbazen als je 600 bladzijden nodig hebt om een verhaal te vertellen. Dan ben ik hier natuurlijk ook zo gauw niet klaar. Ik heb u al gezegd, belangrijk is voor mij geweest dat Bram mij heeft willen helpen om ervoor te zorgen dat alles wat ik had opgeschreven uiteindelijk ook een boek kon worden. Want het kon pas een boek worden nadat die schifting had plaatsgevonden. En dat dit nu over is gebleven en ertoe heeft geleid dat het boek vandaag beschikbaar is gekomen, dat heb ik dus mede te danken aan Bram, die de moeite zich heeft getroost het hele boek te lezen. En dat niet alleen om ook te zeggen, ik maak een keuze van datgene wat publicabel is en in boekvorm zou moeten verschijnen, en datgene wat misschien dan alleen voor enkele geïnteresseerden dan nog beschikbaar zou moeten zijn. Bram, ik ben je daarvoor zeer erkentelijk geweest voor de steun die je in de loop van de jaren bent geweest bij de totstandkoming van dit boek. Hans, het is zo geweest dat in de jaren van onze samenwerking in het VVD, ik als bestuurder, jij als fractielid, naar de hand als fractievoorzitter, er inderdaad een hechte band tussen ons is ontstaan en dat wij altijd elkaar heel goed hebben kunnen begrijpen en aanvoelen. Dat is ook het geval geweest in de latere periode. In de periode dat er sprake was, je hebt het al even beschreven, van je eventuele terugkeer in de Haagse politiek voor korte tijd na het overlijden van Koos Rietkerk. Toen de partij daarover in heftige beroering was over wie de opvolger van hem zou moeten zijn. We hebben elkaar toen ook in die verkiezingscampagne nog een keer ontmoet en daarna. Ik beschrijf dat ook omdat het zo goed is dat wij ook kunnen laten zien hoe belangrijk persoonlijke verhoudingen ook in de politiek kunnen zijn. Wat dat betreft hoop ik ook met het boek een bijdrage te hebben geleverd aan de gedachte dat het in de VVD echt niet altijd alleen maar over mensen zou gaan. Want wat ik daarnet al heb gezegd over het vinden van oplossingen in conflicten, waardeconflicten over zaken die politieke partijen met elkaar verdeeld houden, terwijl ze toch moeten samenwerken en samen het land moeten kunnen blijven besturen. Daarin heb jij een duidelijke weg gewezen destijds hoe dat zou kunnen gaan en ook zou moeten gaan toen jij samen met Dries van Agt het eerste kabinet van Agt, het kabinet van Agt-Wiegel bent gaan vormen. En dat zijn zaken die ik mij ook nadien vaak voor ogen heb gehouden bij het bepalen van mijn eigen politieke lijn. En daarom ben ik je ook zeer erkentelijk dat je vandaag bereid bent geweest om mee te helpen bij het ten doop houden van dit boek. Ik ben het toch nog niet helemaal, want er is nog een belangrijk moment dat ik wil beschrijven voordat ik u uitnodig voor de borrel die Boom ons straks zal aanbieden beneden in de Noenzaal. Het is al gememoreerd dat ik in 1995 lijstaanvoerder mocht zijn bij de verkiezingen van de Eerste Kamer. Maar er gebeurde toen iets buitengewoon belangrijks.
De VVD werd toen de grootste partij. En dat de VVD de grootste partij werd, leidde ertoe, in die tijd nog wel, dat de Eerste Kamer de mogelijkheid kreeg om ook een Kamervoorzitter voor te stellen en te laten verkiezen. Het feit dat in 1995 de VVD de grootste partij werd, was te danken aan het voorzitterschap van Frits Bolkestein van de fractie van de Tweede Kamer van de VVD. Hij was daartoe geroepen op de Koninginnedag van 1990 en is de partij die toen enigszins in een crisis verkeerde na de prachtige jaren dat wij veel zetels wonnen, eerst met Hans Wiegel, daarna nog één keer met Ed Nijpels, maar daarna zonken wij weer een beetje weg. Maar Frits heeft toen gezorgd voor een nieuwe, grote bloeiperiode van de VVD, die ik dus ook wel genoemd heb, een periode van bestendige bloei, die toen is ontstaan. Want nadien is de VVD eigenlijk nauwelijks meer weg geweest van de plaats waar een politieke partij bij voorkeur moet proberen haar invloed uit te oefenen, en dat is als regeringspartij. En dat heeft Frits in 1995 weten te bereiken. En dat ik dus mijn politieke leven zo lang heb kunnen rekken dat Geert van der Meulen tot het aantal van 7 is gekomen, heb ik dus mede aan hem te danken. En ook met hem heb ik in de jaren van onze samenwerking in vriendschap dat kunnen doen. En vandaar dat het laatste exemplaar dat ik vandaag wil aanbieden, graag aanbied aan Frits Bolkestein. Laatste, bij een van de anekdotes die Hans ook nog vanmiddag in herinnering heeft geroepen. Ik heb begrepen dat de uitgeverij Boom, die ik zeer erkentelijk ben voor het organiseren van deze middag, u als aanwezige uitnodigt voor een drankje beneden. En het hoeft niet alleen maar een kopje thee te zijn.